Dank u, voorzitter. Mevrouw de minister, Testaankoop lanceerde een nieuwe actie tegen de decoders. De decoders die nodig zijn om digitaal televisie te kijken. Zij willen zelfs een nationale kampioenschap decoderwerpen organiseren hier in Brussel op 15 maart. Allen daarheen, zou ik zeggen. En amper een paar uur nadat Testaankoop de petitie op de website zette. Reageerde Telenet al met de boodschap van kijk, wij gaan onze decoders, wij kunnen die vervangen, nog voor de zomer kan dat in gang gezet worden, vervangen door een CI-plus kaart, noemen zij dat. Ook Belgacom kwam iets later met de boodschap, wij kunnen dat ook nog dit jaar met een smartcard, kunnen wij ook onze decoders overbodig maken. Nu, het verdwijnen van die decoders, dat zal veel mensen blij maken, denk ik. Voor sommigen is het leuker om in het interieur geen decoder te hebben. Maar voor de rest is het natuurlijk ook vanuit energieoogpunt een goede zaak. Het energiegebruik van dat soort decoders is indrukwekkend. We hebben trouwens met z'n allen... Het koffiehuis is open, hè. Als u behoefte heeft om het koffiehuis, kan overleggen. Meneer Rogiers en meneer Deloor, kunt u het koffiehuis overleggen? Dus we hebben natuurlijk met z'n allen opladers, apparatuur, stand-by in de stopcontact zitten. Dat verbruikt allemaal heel wat, ook die decoders. Maar los van dat energiegebruik is er natuurlijk ook de discussie die momenteel volop woedt, op het scherp van de snee. De discussie tussen de distributeurs en de omroepen over het uitgesteld kijken, over decoders, over digicoders en dat soort dingen. Vandaar mijn vraag, mevrouw de minister. Dat is nu een nieuwe stap, dat is nu een nieuw element in de discussie. Wordt er tussen de distributeurs, zeg maar Telenet en Belgacom, om het kort te houden, wordt er door de distributeurs overlegd met de omroepen over het invoeren van die kaarten? Meneer Martens. Meneer de voorzitter, mevrouw de minister, beste collega's, ik sluit graag aan bij mijn collega Van Dalen. Ik denk dat iedereen die thuis digitaal kijkt, weet dat je daar zo'n kerstboom van allemaal kastjes voor nodig hebt, van modems, splitters, hubs, digicoders en hoe noem het allemaal. Dat kost veel geld, abonnementsgeld, maar dat heeft ook een enorme verborgen kost. Het energieverbruik van die apparaten is gigantisch. Ik heb me laten vertellen tot 300 kilowattuur per jaar dat kan verbruiken. Dat is 10% van iemand zijn elektriciteitsfactuur. Dat is toch heel wat. Als je dan kijkt dat er zo'n 2 miljoen kastjes staan in heel ons land, ja, dan heb je daar 150 uit de kluiten gewassen windmolens voor nodig om die draaiend te houden. En als dat dan waar is, dat technologisch gezien, dat kan vervangen worden door een kaart die je in je televisietoestel steekt, of een app die je, het project Stevie dat vandaag gelanceerd is, die je kan downloaden op uw iPad of op uw digitale telefoon of een mobiele telefoon. Ja, dan denk ik toch wel dat we best vroeg dan laat aan die technologische vernieuwing kunnen beginnen. En ik denk dus ook, mevrouw de minister, dat u best in overleg met de telecomoperatoren moet aan tafel gaan zitten om te kijken hoe dat we zo snel mogelijk naar zo'n kaarten, naar zo'n apps kunnen overschakelen, naar softwareoplossingen die geen stroom vreten, zoals die digicoders die we vandaag kennen. En mijn vraag aan u dus is in hoeverre dat u daar werk van wilt maken, al dan niet ook in samenspraak met de bevoegde federale minister. Goed, mevrouw Liete. Ja, collega's, misschien op de eerste plaats nog eventjes schetsen. Die kaart of een decoder, dat zijn twee technologieën. Die gaan aan zee niks wijzigen aan welke zenders je krijgt. Die gaan ook niks wijzigen aan de relatie tussen zenders en de distributeurs. Het enige wat die gaan wijzigen is dat de consument een keuze krijgt. De consument kan kiezen voor een kaartje waarmee hij een pakket zenders krijgt, maar waarmee hij niet meer kan opnemen. Of hij kan kiezen voor een decoder met al de digitale toepassingen van opnemen, video on demand en andere. Dus dat is natuurlijk positief dat de consument keuze gaat krijgen. Dus ik juich dat ook toe en ik ben daar ook verheugd over. Op de tweede plaats is het zo, collega's, dat al die reglementering daarover wel de bevoegde is van mijn federale collega Johan van der Lanotte. En ik moet zeggen dat de timing van deze vraag wel heel actueel is. Want de collega van der Lanotte heeft daarover ook al wat initiatieven genomen. En net vandaag, deze voormiddag, is er in het parlement, in het federale parlement, daar ook een en ander over gezegd. En ik heb mijn best gedaan, collega Van Dalen, om daar ook de nodige informatie over te verkrijgen. Het gaat namelijk over het feit dat het deputé op vraag van Johan van der Lanotte
in augustus 2012 een benchmarkanalyse gemaakt om te kijken in verschillende landen wat betaalt een consument, hoe gedraagt een consument zich, wat krijgt hij daarvoor terug. En de resultaten van die studie zijn deze voormiddag voorgesteld geworden in het federaal parlement. Daaruit blijkt onder andere, hetgeen wat wij wel een stukje konden verwachten, dat hoe meer apparatuur een mens nodig heeft, hoe minder geneigd hij is om ook de markt te laten spelen en af en toe te wisselen van leverancier. Dus in die zin gaat het aanbieden aan de consument van ook een kaart en niet de verplichtingen meer om een decoder te huren of te kopen, gaat dat de markt beter doen werken. Collega Van der Notte heeft ook vandaag aangekondigd dat hij hierover wil verder werken. Hij heeft een 10-punten actieplan aangekondigd. En daaronder zit ook de aankondiging om verder onderzoek te voeren over een snelle implementatie van technologie-neutrale apparaten, dus ook van die kaarten, en zodat de consument eenvoudiger ook, daarmee ook eenvoudiger van operator zou kunnen veranderen en minder drempels zou hebben. Dus in die zin denk ik dat wij daarover hetzelfde denken. Ik wil zeker ook onderlijnen wat collega Martens zegt, de energieverbruik van die decoders is hoog. Ik heb dat probleem ook al verschillende keren aangekaart bij de distributeurs. Zij werken daar ook aan, omdat ze ook al verschillende keren nieuwe versies op de markt hebben gebracht waarvan het energieverbruik lager is. En ik zal zeker en vast ook die suggesties ook meenemen in een dialoog met mijn collega Van Lanotte in zijn verdere regelgeving en initiatieven die hij gaat nemen om uiteindelijk die markt beter te doen merken en ook ervoor te zorgen dat er andere technologieën en technologie-neutrale mogelijkheden gaan komen. Dus in die zin hoop ik dat ik jullie voor een stuk zoveel mogelijk informatie heb gegeven. Enerzijds, collega Martens, ik neem uw aanbevelingen en uw vraag mee in overleg. En collega Van Dalen, in C verandert dit niets aan de relatie tussen de zenders. Er zijn wel andere dingen die bezig zijn die daar wel aan zullen veranderen. Maar dit specifieke initiatief gaat daar eigenlijk, denk ik, weinig aan veranderen. Meneer Van Dalen. Minister, ik ben nog niet zo overtuigd dat het niks verandert aan de verhouding tussen de zenders, tussen de omroepen en de distributeurs. Want wat u zelf zegt, als men... Of tussen de regels toch zegt, als men natuurlijk andere mogelijkheden krijgt dan vandaag. Vandaag heeft men de apparatuur van de distributeurs zelf nodig, zeg maar de digicoder, om bijvoorbeeld uitgesteld te kijken om dingen op te nemen. Met die kaart zal dat eigenlijk niet meer zo zijn. Ik denk dat het dan een verschuiving teweeg zal brengen in de richting van andere apparaten ingebouwd in de televisie, los van de distributeurs, losstaande harde schijven enzovoort. En dan zou dat wel eens indirect, misschien zelfs direct, de verhouding tussen de distributeurs en de omroepen kunnen beïnvloeden. En ook de hele discussie die we volgende week gaan beginnen over het decreet signaalintegriteit. Nu, wat ik vooral onthoud uit het gebeuren, mevrouw de minister, dat is dat de technologische evolutie, we zien het ook met Rumble, dat is voorgesteld vandaag, dat is dan van de kant van de omroepen, naast wat de distributeurs nu doen met hun kaarten, dat de technologische evolutie zo snel gaat, veel sneller gaat dan de politieke besluitvorming, zodanig dat ik hoop, mevrouw de minister, dat wij als parlement regelgevend niet moeten optreden op een aantal terreinen waarvan de distributeurs en de omroepen zelf de oplossing misschien voorhanden hebben. Meneer Martens? Ja, mevrouw de minister, ik onthoud vooral dat u die technologische ontwikkeling ook gaat meenemen om het energieverbruik van al die toestellen en toepassingen te drukken. Ik denk dat dat nodig is. We hebben op Europees vlak de Euro Design Directive richtlijn die voor elektronische toestellen zoals digicoders ook normen, verbruiksnormen, maximale verbruiksnormen in het vooruitzicht stelt. Maar dat duurt lang. Dat die normen neerdalen op ons land, zijn we weer al zoveel jaar verder. Dus ik hoop dat we vrijwillig met de telecomoperatoren kunnen afspreken om technologie te leveren die veel zuiniger is dan de kastjes die er vandaag staan. Kastjes die trouwens niet eens voldoen aan standaarden op vlak van energieefficiëntie, die bijvoorbeeld van toepassing zijn in de VS, in de staat Californië bijvoorbeeld, zijn er energieverbruiksnormen gesteld aan die apparaten die veel strenger zijn dan diegenen waar de apparaten van Belgacom en Telenet vandaag aan beantwoorden. Wie wens aan te sluiten? Meneer Caron, u ook, denk ik, hè? Meneer Verstrepen, alstublieft. Dank u, voorzitter. Ik dacht eerst niet tussen te komen, maar ik begrijp, met alle respect, de collega's, ik begrijp eigenlijk niet waarover het nu in C gaat. Je hebt een CI-kaart waar elke consument blij mee gaat zijn.
Je hebt nieuwe technologie die wordt aangeleverd door de markt, zoals flatpanels, LED-TV's, HDD-drives, noem maar op, die minder energieverslindend zijn, die ecologischer zijn. Dus ik denk, iedereen is gelukkig. Dus ik zit hier toch zo'n beetje met een zeer hongerig gevoel. Mevrouw de minister, ik moet u verdedigen, u vindt dat misschien vreemd, maar ik vraag mij nu af, waarover, collega's, waarover gaat dit nu in godsnaam? We mogen blij zijn dat dit nu gebeurt. En ik begrijp echt niet waarom dit allemaal op een hoopje wordt gegooid, plotseling, waarbij nu de zenders betrokken worden. Iedereen is gelukkig in deze, zowel de telecom als de televisiezenders. Wel, laten we dan voor één keer toch eens gelukkig zijn dat die evolutie er is. En laten we de overheid hier buiten houden. Meneer Caron, ook gelukkig? Wel, ik ben zeker gelukkig wat dat betreft ook zelfs, maar op veel andere terreinen weer de voorzitter. Maar Testaankoop heeft in het verleden ook al verschillende keren zijn beklag gemaakt over de monopolievorming een beetje. U noemt het vrijere marktwerking die nodig is, hè? Door middel van die randapparatuur en daarboven volgens sommige bronnen ook een verdienmodel, wat dan weer door Telenet bijvoorbeeld afgestreden wordt. Maar dat terzijde, het zet mij wel op een spoor, want ik twijfel eraan of we dit soort... Nee, ik ben absoluut akkoord met wat er net gezegd is, maar kunnen we dit soort technologie, met zo'n kaart, kunnen we de distributeurs verplichten om dat toe te laten? Want vandaag wordt altijd geschermd met argumenten als versleuteling, auteursrechten enzovoort. Dus hebben we wetgevend materiaal nodig, is er, hebben we de ruimte om die openheid van die markt af te dwingen? Meneer Juxel. Dank u, voorzitter. Mevrouw de minister, u weet ook dat de Testaankoop enkele weken geleden gereageerd heeft naar aanleiding van het decreet signaalintegriteit. En een van de punten, dat is herhaaldelijk ook aan bod gekomen, is die CI Plus kaart. Zij hebben dat als een van de belangrijkste hindernissen aangegeven. Dus ik denk dat dit wel er iets mee te maken heeft. En ik wil de poging van collega Van Dalen ook ondersteunen. In welke zin zal deze evolutie een invloed hebben, positief of negatief, op de discussie die we gaan voeren, heel binnenkort, op het voorstel van decreet signaalintegriteit. Want Testaankoop zegt, ja, die CI Plus kaart, dat is een belangrijk gegeven. Weliswaar dat je dus niet kunt opnemen, hè, maar het is wel een goede stap, een belangrijke stap in de richting van de consumenten. Nee, Wiene. Ja, dank u, voorzitter. Ik denk alleszins, en ik deel collega Verstrepen zijn geluk, ik denk dat de inspanningen die nu geleverd worden, ook op federaal vlak, naar de ontwikkeling van technologie, neutrale apparatuur, dat inderdaad een grote stap vooruit is. Dat wordt al meerdere jaren gevraagd, van het moment dat je die aparte abonnementen had, onder meer voor sport, bij de verschillende distributeurs. Dus ik merk dat we eindelijk op weg zijn naar een werkelijk vrije hardwarekeuze. Als collega Van Dalen dan zegt en bezorgd is wat betreft de verhouding en het betrekken van de omroepen in de ontwikkeling van technologie, ben ik een beetje verbaasd, want inderdaad, hij zit in de meerderheid. Er ligt een voorstel in de commissie dat nu toch al een hele tijd geschreven is wat betreft de signaalintegriteit en waar de omroepen inderdaad mee zullen aan tafel zitten wanneer technologische evoluties plaatsvinden, dan kan ik alleen maar zeggen, laten we dat zo snel mogelijk stemmen. Hans van Alphen heeft met een digicorder geworpen, de tienkamper, laten wij dan de 100 meter afleggen voor het stemmen van dit voorstel van decreet en liefst volgende week al. Goed, meneer Pommelijn. Wel, mevrouw de minister, inderdaad, zoals u het terecht stelt, dit zijn twee verschillende functionaliteiten. Het voordeel van zo'n kaart is dat er geen digicorder meer nodig is. Het nadeel is natuurlijk dat je met die kaart absoluut niet kunt doen wat je met een digicorder wel kunt doen. Dus inderdaad, de consument zal de keuze hebben. Maar ik heb wel een vraag. We hebben al een paar keer een discussie gevoerd over een hybride decoder. Nee, zodanig dat als iemand van leverancier verwisselt, hij niet altijd de decoder moet gaan verwisselen. De vraag hier is heel concreet, wordt er ook gewerkt aan een algemene kaart die toegankelijk is op de verschillende netwerken? Want als elke distributeur nu weer zijn eigen kaart gaat ontwikkelen, dan zit je natuurlijk weer in hetzelfde schuitje, dat als je wil veranderen van distributeur, je opnieuw een andere kaart moet kopen. Dus de vraag is, heel concreet, wordt er gestreefd naar het ontwikkelen van een kaart die op alle netwerken bruikbaar is? Mevrouw Lee. Ja, collega's, toch nog eventjes herhalen. En ik ben het volledig eens met de mooie samenvatting die collega Tomlijn geeft. Er moeten van die kaart niet alles verwachten. Dus de consument gaat de keuze hebben om een kaart te nemen.
ofwel een digicorder te huren of te kopen waarmee veel meer interactieve diensten mogelijk zijn. En dus in die zin hebben zowel Belgacom als Telenet al aangekondigd dat ze met zo'n kaart op de markt gaan komen. Dus ik denk niet dat er onmiddellijk wetgevend initiatief nodig is om hen te verplichten om dat te doen. Wat er wel is, is dat, zoals ik al vermeld heb, het federale bevoegdheid is, en collega Van der Lotte vandaag heeft gezegd dat het BWT bezig is met een studie van hoe kunnen we die technologie-neutrale implicaties, applicaties zo snel mogelijk in de markt brengen. En wat is daarvoor nodig om dat inderdaad technologie-neutraal te doen, zodat eigenlijk zoveel mogelijk drempels wegvallen. En dat zoveel mogelijk drempels wegvallen voor de consument, zodat hij sneller veranderen van leverancier indien hij dat wenselijk acht. Dus in die zin, collega's, zal ik ook jullie bezorgdheden zeker ook overmaken aan collega Van der Lanotte. Wat de rest betreft, het is natuurlijk ook zo, daar moet ik collega Verstrepen ook gelijk in geven. De evolutie staat niet stil. Hè. Dus vandaag hebben nog heel veel mensen, als ze interactieve diensten nodig hebben, moeten zo een recorder huren of kopen. Maar in nieuwe tv-toestellen gaan die applicaties via software meestal meer en meer ingebouwd gaan worden. Dus die technologie gaat veranderen, gaat veel dingen mogelijk maken, gaat de consument meer mogelijkheden bieden. Dat is goed nieuws en dat gaat soms sneller dan we denken. En dat doet niks af aan de discussies die de commissie wel zullen gevoerd worden over de relaties tussen zenders en distributeurs, en waar ik zeker niet vooruit wil lopen op de discussie die daarover in de commissie gevoerd zal worden. Slotopmerking, meneer Van Dalen. Dank u, voorzitter. Collega Verstrepen, het is niet omdat wij een vraag stellen dat we ongelukkig zijn natuurlijk. Je kunt ook perfect vragen stellen als je wel gelukkig bent. Ik ben zelfs fundamenteel vrolijk momenteel. Maar wat ik wel zie, mevrouw de minister, is dat die technologische evolutie inderdaad zo snel gaat, dat ik mij afvraag of we dat als decreetgever wel kunnen bijbenen. En in de discussie die wij kennen, vraag ik mij dus af of het toch niet beter zou zijn dat omroepen en distributeurs er onder elkaar uitkomen. En daarom roep ik u eigenlijk ook wel op om in deze laatste rechte lijn waar we nu voor staan, om misschien toch met de talenten die u hebt op dat gebied, om als bemiddelaar op te treden tussen de omroepen en de distributeurs, zodat ze zelf tot een oplossing komen en wij niet in heel dat technologisch verhaal dat heel snel gaat, als regelgevend parlement moeten optreden.